Beter leren omgaan met vuil en het recyclen van plastic afval was de rode draad van de educatieve sessie van het Up to You Foundation. Deze werd afgelopen vrijdag verzorgd aan de vierde klassers van de OS Senior School. De vijfde en zesde klassers waren in april reeds aan de beurt. Hadassah van der Jacht is oprichter van het Up to You Foundation. De bedoeling is dat we het interactief houden, dat ze natuurlijk het ook leuk vinden, de sessie. Dat ze echt wel met de informatie naar huis gaan. Geduld hebben vooral en heel goed luisteren naar de vragen. En zo willen we gedragsverandering proberen te creëren. Een andere uitdaging die we wel echt hebben is dat we zien dat het educatieniveau van de kinderen eigenlijk toch wel minder is dan we hadden verwacht. De attention span is heel kort. Basistermen die eigenlijk we gedacht hadden dat normaal zou zijn bij de kinderen, weten ze niet. Dus vandaar dat we eigenlijk ook wel moeite hebben met de boodschap echt effectief overbrengen. Tijdens de presentatie hebben de leerlingen kennis gemaakt met de verschillende plasticsoorten en welk effect het heeft op het milieu. Het was een interactieve sessie waarbij ook de kennis van de leerlingen werd geprikkeld om na te denken over wat milieuvervuiling is en hoe die aangepakt kan worden. Up to You Foundation heeft een donatie gekregen vanuit Barcelona van herbruikbare broodzakjes. Van Cultuurfonds hebben zij thermosflessen gekregen zodat die gebruikt kunnen worden in plaats van plastic petflessen en boodschaptassen. Het vierde leerjaar is de laatste input van Up to You Foundation als het gaat om dit project. We zien uiteraard dat best wel veel kinderen het heel normaal vinden om plastic in het milieu te gooien, op straat te gooien, in de goot te gooien. En eigenlijk dat er verschillende aspecten daar mee gepaard gaan. Zoals bijvoorbeeld ze leren het van huis uit, het is heel normaal voor ze, hun ouders doen het ook. Of bijvoorbeeld hun ouders geven het liever aan dat ze het op straat gooien in plaats van in de auto behouden. Of bijvoorbeeld, er zijn nu genoeg vuilnistonnen op straat. Dat is ook echt een van de grootste redenen die we vaker horen van kinderen. En ook gewoon dat, ja, het is al vuil. Wat maakt het uit dat ik mijn vuil nog erbij gooi? Het Up to You Foundation is in 2023 opgericht en wil via workshops, activiteiten en gemeenschapsprogramma's voorlichting geven en het bewustzijn vergroten over het belang van recycling, natuurbehoud en milieubeheer.